de Celebrate Books box van de maand juni. En het thema was... ik weet niet meer wat het thema was. Nou, want het staat ook niet zo snel erop. Nou, we beginnen met... Gaaf. I must not tell lies. De penneveer is van... Veen Featherpants, gemaakt door Ollie Veen. Ja, natuurlijk Harry Potter geïnspireerd. Hij is wel heel gaaf. Dan zit er een pen in. Write Epic Shit. De pen hebben we speciaal laten ontwerpen voor deze box. Een zakje dropjes. En voor tijdens het lezen hebben we heerlijk boekendropjes toegevoegd. Wat grappig. Elk dropje is ook echt een open boek. Dan hebben we het boek. Oh, wacht even. Er zit een tegeltje in. Op het tegeltje staan Katniss en Peter uit de Hunger Games, gemaakt door Cara Jorne. Hij is heel gaaf. Dan zoals beloofd hebben we twee sets van het kwartettenspel toegevoegd. Je hebt de Evil Queen van Once Upon a Time. Levana van de Lunar Chronicles. Bellatrix Lestrange van Harry Potter. En Queen of Hearts van Alice in Wonderland. Dan heb je tweede kwartet, Favorite Gay Couple. Wat leuk. Ja, Alec en Magnus van de Mortal Instruments. Damanios en Laurent van Captive Prince van C.S. Pickard. Die ken ik niet eens. Noah en Brian van I'll Give You the Sun. En Jesper en Wyland van Six of Crows. Oh, die zijn wel heel leuk. We hebben mooie tekeningen weer. Dan zit er eerst het boek. Dat is... Dit is allemaal waar van Ligia de Ik heb hier nog Ik denk wel interessant. Ik heb er wel van gehoord. Ik heb tenminste op Goodreads voorbij zien komen. En als laatste de quotekaart. Haar nieuw boek isn't all about us. It's all about... Even opnieuw. Haar nieuw boek, it's all about us. We told her everything. Everything. All of this is true. Oh, ben hier wel heel benieuwd naar. Het gaat over vier jongeren die bevriend raken met een auteur. En dan alles wat ze haar vertellen, dat komt dan in de... Het geheim komt dan in het nieuwste boek. Van haar. Dus ben hier heel benieuwd naar. Het was weer een hele leuke box. Ik ben er erg blij mee.